Afgelopen half jaar zijn we bezig geweest met een Agrobot Gantry, oftewel een robot die in agrarische plekken gebruikt kan worden om gewassen uit de grond te kunnen plukken. Vandaag is er een competitie om te laten zien wie de beste robot heeft gemaakt. Er zijn 5 groepen bij elkaar gekomen. 1 uit Breda, 3 uit Den Bosch en 1 uit Venlo. Het was natuurlijk een hele uitdaging om zo'n robot in elkaar te zetten van begin tot einde. Toen de eerste eruit ging, dan was van, oh yes, het werkt. Als onderdeel van een meerjarige challenge zijn studenten bezig om robots te ontwikkelen, prototypes. Die kunnen nog niet op de markt, maar die zijn geschikt om een biodivers teeltsysteem mogelijk te maken. Eigenlijk een soort schaakbord en in elk schaakbordvakje een andere plant. De ene kunnen weer natuurlijke vijanden zitten van plagen in de andere en dan helpt dan weer voor de biodiversiteit. Maar ja, ga je met vakjes werken, dan moet je met robots gaan werken. Die kunnen herkennen wat waar staat. Dat zijn die studenten nu aan het ontwikkelen geweest en die hebben nu met elkaar afgesproken wat nou de eisen zijn waar ze aan moeten voldoen om te winnen met hun robot. Ik ben zelf een software student, dus ik heb heel veel geleerd van het project in elkaar zetten. Qua stroom en batterij weet ik echt vrij weinig vanaf. En mijn klasgenoot die weet van stroom en batterij en alle dingetjes echt heel veel. Dus dat vond ik wel het leukste om met het team echt iets nieuws te leren uit je comfortzone, als je zo kan zeggen. We waren inderdaad met een groep van verschillende opleidingen. Van mechatronica, van werktuigbouwkunde en ik dan van elektrotechniek. Ja, het is wel heel fijn om samen te werken, omdat je dan gewoon allemaal kennis hebt van een bepaalde expertise. En dit in het project kan doorwerken. Wij moeten veel leren nog voor de toekomst. Als wij zo'n project kunnen maken, gewoon op een kleine school, een paar maanden, kan grote bedrijven zien, als ze een prototype op die manier, een klein studentengroepje, kan een werkkracht van een grote bedrijf met 50 personeel echt iets groots maken. Toch wel interessant om meer geld in te stoppen en zelf meer onderzoek aan te doen. Dat is wel een uphill battle, want de business cases van dat soort robots die zijn lastig. Ze zijn aan het begin heel duur. En er is nog weinig vraag naar. De manier om die periode te overbruggen, zie ik door met studententeams steeds betere prototypes te maken, tot je op een gegeven moment zegt, hey, maar nou komt die in de buurt van een business case, nou kan er een start-up of een bedrijf mee aan de slag. Ja, dat is mooi om te zien.